Je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Yay! Al 30 keer onderbroken. En het overkomt me bijna nooit, maar ik heb echt letterlijk bijna niks. Nee. Oh. En vanavond hebben wij iets heel bijzonders te doen. En Ramos, weet je nog? En ik dacht, misschien is het wel goed om daar eventjes wat meer uitleg over te geven. Dat klinkt misschien voor sommige mensen heel erg zakelijk. Het is echt niet alleen dat ik de kosten daarmee dek. Ja. De nieuwe Lieke Mettens is geboren. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen, want daar heb ik mezelf het hardst mee. Hallo! Kom je ervoor staan, Charlie? Je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Yay! Het is vandaag donderdag bij ons en je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. En hier is mijn andere grote jongen. Hè? Ja! Oh, het is inmiddels al 5 uur en ik heb de hele dag gewerkt, dus ik had hem... Oké, het brandje is weer geblust. In ieder geval, ik vind het altijd lekkerder of zo om de weekvlog in de ochtend te openen. Kom maar. Alleen ik ben vandaag zo druk geweest met werk dat ik dacht, nou, dat lukt me niet. Ik ga het gewoon lekker s'avonds doen. Het is nu even naar kantoor. Charlie! Al 30 keer onderbroken. Ed is nu even naar kantoor, want hij moet nog even wat dingen doen. En ik ben eten aan het maken. En het overkomt me bijna nooit, maar ik heb echt letterlijk bijna niks meer in huis. Het is al vaker op donderdag, maar vandaag is het echt heel schuil. Dus ik ga even een couscous salade maken voor mezelf en voor Ed als hij straks thuis komt. En de kindjes hadden vanmiddag al pasta gegeten. Dat had Ed gemaakt, tomatensaus, etc. Dus die gaan een boterhammetje lekker eten vanavond. En dit is het geworden. Mijn creatie. Hieronder de couscous, feta, paprika, rode bieten, wat heb ik nog meer? En cashewnoten. Oh ja, en augurk, eentje door de hele salade. Maar goed, uiteindelijk... Ik heb er nog drie. Ik had het laatste augurk, hè? In ieder geval, uiteindelijk vind ik het toch nog wel een lekker bordje. Voor iemand die eigenlijk niks in huis had. En mijn kinderen hebben honger, dus we gaan nu eten eerst. Wie wil wat op zijn boterhammetje? Mama neemt vast een hapje, want ik heb zo honger. Wat heb je allemaal gedaan vandaag, schat? Pepernoten gegeten, alleen. Pepernoten gegeten? Mm-hmm. Toch niet mijn pepernoten, hè? Wel. Nee. Wel. Oh, en zijn ze nu op? Ja. Ik wilde gezellige sfeerbeelden maken van het maken van de havermout, maar toen was mijn batterij leeg. Dus dit is het geworden en ik zal hier even de ingrediënten ergens bij zetten. Wij gaan lekker eten en dit is dus echt ideaal om te maken met kindjes. Eén pannetje, iedereen lekker een bakje. Goedemorgen dus, het is vandaag vrijdag en ik heb al lekker weekend, echt super chill. Ik ben nu met het kindje aan het spelen, we hebben heel het huis, of tenminste de woonkamer vol met speelgoed liggen en we zijn nu... met deze aan het spelen. Oh, hier wordt even mijn neus afgepoetst volgens mij. Deze dame zit hier lekker in een lieve schattige rokje. En ik had net op Instagram had ik een story gemaakt omdat ik dus aan het twijfelen ben of de meiden misschien van 2 naar 1 slaapje zouden moeten per dag. Omdat de slaapjes wat korter worden en ik dacht van misschien, en dat zeiden ze ook op het kinderdagverblijf, gaven ze dat aan, van misschien is het beter om een wat langer slaapje te hebben dan 2 keer wat korter. Aan de andere kant, het is nu 9:50 en deze dame die zit gewoon helemaal moe en een beetje huilerig bij mij. Dus wat dat betreft denk ik dan weer, toch niet. Dus, ik twijfel nog even. Wat doe jij nou? Maar misschien dat ik vandaag ook wel gewoon de meiden wel 2 keer op bed leg. Ik weet niet hoe jullie dat doen. Onze dames zijn nu 1,5 niet gecorrigeerd en wel gecorrigeerd 1 jaar en 3 maanden ongeveer. Dus dat is de leeftijd. Het is natuurlijk bij elk kindje anders, maar ik kan me gewoon niet meer herinneren hoe dat toen bij Ramos eigenlijk was. Maar die was sowieso een hele slechte slaper en zij zijn heel chill daarin. Ik denk dat deze dame toch naar bed moet. En deze dame zijn poetsen, meid. Ja. Je neus, lekker. Ben je aan het poetsen? Neusje poetsen. Een neusje poetsen van je zusje.
Het is alweer einde middag. Ik ben lekker met de kindjes naar de kinderboerderij geweest vanmiddag. Ze moesten naar buiten. Dus ze gaven eigenlijk regen aan. Maar ik dacht, fuck it, ik moet gewoon naar buiten. Want anders dan worden we allemaal helemaal knettergek. En het was een heel goed idee, want het was heel leuk. En daarna hebben we lekker kunnen spelen nog en chillen. Meiden liggen op bed. En ik ben nu een zak aan het unboxen, aan het uitpakken. Want ik heb namelijk kleren besteld. En ik ben super benieuwd hoe het staat. Even kijken. Een chillbroek, waarvan ik hoop dat hij ook leuk genoeg is om hem gewoon zo aan te doen. Een lekkere dikke trui. Nog een trui en nog een trui. Dus ik ga hem gewoon meteen aanpassen. Oké. Dit is het eerste item. Oh, zo leuk. Dit is echt precies hoe ik hoopte dat hij zou zijn. Let op. Kijk hoe leuk dit is. Echt. Ik ben helemaal blij. Ik had al gehoopt dat hij zo zou zijn zoals hij is. Ik kan het even lastig laten zien, maar dit is hem dus. Hoe leuk. En dan nog met een capuchon erop. Eventueel. Maar ik vind dit dus helemaal leuk. Dit korte kun je nog aantrekken. Heel lekker chill. Trui, vestachtig dingetje die je ook gewoon heel leuk met een spijkerbroek kan dragen. Daar was ik echt naar op zoek. Ik hou echt van chille kleren. En ik heb een hekel aan dingen die strak zitten of niet lekker. Of een vervelende stof zijn of zo. En dit is echt helemaal chill. Ik heb trouwens een heel rood gezicht. Dit is de volgende. Een leuk, ja, een soort van truitje, truiachtig. Ook met pofmouwtjes. Wel hele wijde. Maar op zich niet erg, want dit is gewoon strak. Dus ik vind deze eigenlijk ook wel heel erg leuk. En ik zou dit denk ik ook weer op een spijkerbroek dragen. Maar ik ben hier dus wel blij mee. Kijk, is toch te leuk? Ja, ik heb deze trouwens allemaal besteld bij Shekel. Wat is dit? www.shekel.com. Daar heb ik de items besteld. En ik zal even een linkje onder degene doen die ik dus heel erg leuk vind. Maar sowieso deze eerste twee. En wat is dit? Oh, dit lijkt er wel een beetje op eigenlijk op de eerste. Hoewel de kleur is wel heel anders. En de stof ook. Ik ga deze even aandoen. Ja, ook deze moet je eigenlijk heel even op een andere broek aandoen. Maar ook met een pofmouwtje, maar dan net iets anders. Ik zal jullie even hier neerzetten. Ja, ik vind deze ook wel leuk. En ik moet eerlijk zeggen dat deze stof vind ik net, mijn haar. Ik vind deze stof even iets lekkerder zitten dan die van net eigenlijk. Dit is meer een soort van katoen. Ja, nee, het is geen katoen. Jongens, ik ben hier zo slecht in. I don't know. Maar het zit in ieder geval wel heel erg lekker. Echt een trui. Ik heb bewust even gekozen voor geen zwart of wit of zo. Maar even andere tintjes. Dus ja, ik ben hier eigenlijk ook wel echt blij mee. En deze kan eigenlijk ook op een zwarte broek. Maar ook op een spijkerbroek. Even kijken, het laatste wat ik nog heb. Dit is dan de broek. Even kijken. Ik had eerlijk gezegd gedacht dat het meer een broek zou zijn die ik ook gewoon echt als gewone chillbroek aan kon hebben. Maar dit is wel echt meer een ik blijf thuis broek. Nou, het kan op zich ook wel weer leuk zijn, toch of niet? Of is het echt een thuisblijf broek? Nee, jawel, kijk maar. Meer een chillbroek. Nou ja, ik ga even denken wat ik ermee doe. Maar ik ga hem in ieder geval eventjes linken onderin. En ik ga vanavond even naar een vriendin, samen met een andere vriendin. Dus ik denk dat ik gewoon deze aan ga houden. Even spijkerbroek eronder, dat staat leuker. Doe ik meteen even iets fris aan, iets nieuws. Niet dat we zoiets bijzonders gaan doen natuurlijk, want je kan eigenlijk helemaal niks. Dus we gaan gewoon bij haar thuis gewoon kletsen en zo. Maar dat is ook heel leuk. Good morning! Ik ga jullie even hier opzetten. Hey, Ramosie! Hey! Hi! Oh, Ramos, die komt eraan. Ja! Lekker! Die is naar de voetbal geweest samen met Ed. Het is bijna 11:30. Goedemorgen trouwens. Het is zaterdag vandaag en ze komen nu thuis. Hey! Hey schat! Oké, ik weet dus niet meer waar ik gebleven was net. In ieder geval is het dus zaterdag. Gisteravond gezellig naar vriendinnen geweest. Ja, en nu is Ramos dus vanochtend lekker gaan voetballen met Ed. En dingen gedaan. Nu is het 11:30, ben ik even een lunch aan het maken. Mijn ouders die komen gezellig eten zo meteen. Dus we maken een lekkere salade. Daar ben ik nu mee bezig. En we hebben broodjes. Zal mama die er doorheen doen? We hebben broodjes en allemaal lekkere dingen erop. En dan gaan we vanmiddag naar de speeltuin. Nee, goed, is goed, schat. Gaan we vanmiddag naar de speeltuin. Met de fiets als het niet regent.
En vanavond hebben wij iets heel bijzonders te doen. Nou, Ramos, weet je het nog? Wat gaan wij vanavond doen? Een hotel maken. Een hotel maken hier thuis. Hè? Want wij wilden heel graag een keer nog een nachtje weg. Alleen nu dachten we, misschien is dat niet zo erg handig in deze situatie. Dus gaan we zelf, hier wil jij deze even wassen? Zelf thuis een hotel maken hier beneden. Met allemaal lekkere hapjes en een bed in de kamer en zo. Dat wordt heel, heel leuk. Kijk trouwens. Shit. Ik had een soort van hele stellage hier gebouwd. Kijk eens. Ja. Kijk, ik doe even je achterkant laten zien. Kijk eens. Achterkant. Wauw. Mooi hè. Een echte voetballer. Heb je zo'n honger? Wil je even een stukje komkommer? Hier, pak maar. Heb je niks gekregen van papa in het kantoor? Nee. Nee? Nee. Dit is dan de salade. Zongedroogde tomaatjes erin. Heel lekker. Feta kaasjes. Augurk, komkommer. Paprika, tomaatjes. En cashewnoten en ijsbergsla. Super simpel. Nee, we zijn geen cashewnoten. Wat dan? Gewone noten. Oh, sorry. Gewone noten. Ik kreeg trouwens vorige week, toen had ik natuurlijk die samenwerking met Grace. En toen zei iemand, schreef onder de vlog van, oh, ik zou het jammer vinden als er heel veel samenwerkingen inkomen of in zitten steeds. En ik dacht, misschien is het wel leuk of goed om daar eventjes wat meer uitleg over te geven. Mijn vlogs, die laat ik altijd editen. Ik kan dat niet zelf, of tenminste kunnen. Ik zou het best kunnen natuurlijk als ik er echt tijd voor zou maken. Alleen ik heb daar dus niet echt de tijd voor, dus besteed ik dat uit. En elke week doet onze editor deze vlogs editen. En dat kost natuurlijk een bepaald bedrag per vlog en een bepaald bedrag per maand. Wat uiteraard niet een tientje of zo is, zeg maar. Dus er zitten inderdaad af en toe samenwerkingen in mijn vlog. En dat is dus vooral ook omdat ik de kosten die ik maak met het maken van deze vlog natuurlijk minimaal wil terugverdienen. En dat klinkt misschien voor sommige mensen heel erg zakelijk of wat dan ook. Alleen, stop maar schat, het is echt genoeg. Aan de andere kant is het ook natuurlijk wel logisch dat als je ergens geld in stopt, dat je dat er ook uit wil halen. En het liefst natuurlijk nog iets meer dan dat je erin stopt. Dus dat is natuurlijk een reden waarom er samenwerkingen in de vlog zitten. Puur om het feit dat ik dan de kosten eruit haal. En natuurlijk ook nog meer daarmee verdienen. Ik bedoel, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Het is echt niet alleen dat ik de kosten daarmee dek. Maar dat is wel een reden waarom er dus samenwerkingen in zitten. En ik dacht, misschien is het handiger als ik dat zo even vertel dan dat ik onder de vlog ga reageren. Het was trouwens helemaal geen negatief berichtje of zo hoor. Het was gewoon een leuke dame of aardig. Nou ja, dat weet ik trouwens niet, want ik ken haar niet. Maar gewoon een normaal aardig berichtje van iemand die dat gewoon alleen zei. Dus verder helemaal niet erg dat je dat hebt gezegd. Maar dit is gewoon de uitleg erbij. En het is natuurlijk voor elke influencer, vlogger, hoe je dat ook maar noemt. Die is even de auto. Is dat hetzelfde? Je moet daar gewoon iets voor terugkrijgen voor wat je erin stopt. Dus dat. Welke? Oh, je hebt het tanden gepoetst. Vies. Daar gaan we weer. Het voorop. Wat gezellig zo, hè? Ja, hier is het. Kom maar. De nieuwe Lieke Mettens is geboren. Schappig hè, dat kinderen altijd op een andere plek willen spelen dan dat jij dat wil. Ja, altijd. Ja, dat klopt. En dat ze altijd ook wel naartoe gaan waar jij wil dat ze niet naartoe gaan. Wonderful morning, never mind, she declined to the first day. It was only on my birthday. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect a bit, cause I'm just having. En toen was het alweer donker. Best wel jammer dat het zo vroeg donker wordt nu. We moeten er altijd best wel aan wennen. Maar goed, wij zijn weer thuis. We hebben het heel gezellig gehad vanmiddag in de speeltuin in het bos. En we hebben nog een heel stuk gefietst daarna met mijn ouders. Koffie gedronken en nu is het alweer etenstijd. Ik heb een soepje gemaakt. En dat ziet er dan zo uit. Super lekker. Kindjes vinden het lekker. Dus helemaal goed. En we hebben stiekem al het hotel klaargemaakt waar we vanavond gaan vertoeven.
Dus wij gaan een leuke avond tegemoet. Nou, we hebben de eerste ronde met koffie en chocoladepepernoten gehad. Het is 8 uur. Nu gaan we over tot de volgende ronde. Chips. Met lekker iets te drinken erbij. We liggen hier in ons heerlijke bed. En we zijn lekker tv aan het kijken. Dus helemaal feest, hè, jongen. Jongens, ik heb echt een hele irritante vibe en mood vandaag. Sorry voor mijn gezeur. Als je denkt, ik wil kijken want ik wil alleen maar good vibes, dan spul even verder naar over een paar minuten. Want ik heb zo'n vibe. Ik zei al vanochtend tegen Ed, gisteren was het trouwens superleuk s'avonds. Laten we dat voor opstellen. In principe goed geslapen. Raam was een beetje kort, maar goed, maakt niet uit. Vanochtend het ontbijtje opgezellig, ook helemaal prima. Alleen, ik heb dus al de hele week het gevoel dat ik gewoon even tijd voor mezelf nodig heb. En dat al veel te lang niet heb gehad. En dat gewoon even nodig heb. En ik ben natuurlijk wel naar vriendinnen geweest vrijdag, maar dat is anders tijd voor jezelf. Ik bedoel echt even alleen zijn, zeg maar, dat. Maar goed, soort van geaccepteerd dat dat hem heel even niet ging worden, ook vandaag en de aankomende week. En nu ben ik dus bezig met iets wat niet wil lukken. En echt, ik kan even niet vertellen wat precies niet lukt. Het maakt er niet uit. Het was in ieder geval voor mijn werk iets. En dat gaat niet. En ik ben er zo chagrijnig om dat ik het liefst de hele boel hier naar buiten smijt. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen, want daar heb ik mezelf het hardst mee. Dus ik moet even afkoelen. Raam was dus ook hier op kantoor. Die heb ik achter een filmpje gezet met een pak maiswafels. Die is al 3 keer komen vragen of hij een koekje erbij mag. En dat wacht hij niet. Ligt ook niet aan het kind, het ligt aan mij. Dus, dat is mijn vibe. Ja, sorry, het is niet anders. Ik ga denk ik gewoon naar huis zo meteen en ik laat het voor wat het is. En ik moet even iets bedenken waardoor ik een beetje weer in een goede stemming kom. Het is ook gewoon niet eens de periode van de maand of zoiets. Zelfs dat niet eens. Kijk, als dat nou zou zijn, zou dat mijn excuus zijn. Maar dat is niet zo. Ik heb gewoon even tijd voor mezelf nodig, denk ik. Ik heb wel de allerliefste man en zoon. Want één, de grootste brengt mij hier een kopje koffie. En de kleinste brengt me hier. Wat heb je meegenomen? Hier trouwens, die heb ik nodig. Ja, een pot eiwitshake. En bedankt. Ga jij met papa naar beneden? Wil je blijven drinken? Ja. Gaan we even met papa naar beneden, schat? Nee, mama en papa zijn dat ik hier mag blijven. En ik mag dus even chillen in mijn eentje boven. Met Ramos. Ja, met Ramos, hè? Ja. Zo gaat het altijd. Maar goed, dat is bij iedereen, denk ik. Ja, zo gaat het altijd. Maar Ramos gaat wel lekker spelen zelf. Ja. Ja. Wij gaan zo nog een Insta-reels opnemen. Oh, want vandaag is het een nieuwe voor mijn verjaardag. En we willen dus een reels opnemen. Maar ik moet nog even bedenken hoe en wat. En wat dan leuk is en wat dan... Ja, soms best wel moeilijk om te bedenken of zo. Soms heb ik in één keer een idee. Denk ik, ja, dit is het, moet het zijn. En soms dan moet ik even graven. Maar goed. Jullie gaan het vast wel zien. Als je deze video ziet, dan staat hij al lang online. Of niet, want dan is het dus niet gelukt. Goed, ik ga even de Linda lezen. Er was ook weer kritiek hierop, hè, had ik gezien. Nou, goed, in ieder geval. Mama, je doet altijd de Linda lezen. Altijd de Linda lezen, ja. Ed heeft een enkeltje naar Timbuktu geboekt voor mij. Even kijken, ik heb drinkbekers nodig. Die ben ik ook altijd kwijt, hè, voor die meiden.
Jullie enig idee toevallig? Ik ben trouwens weer helemaal fris en fruitig. Ik heb mijn pyjama aan, dat helpt ook altijd een klein beetje. Dit is drinken voor jullie. Ed heeft eten gemaakt slash opgewarmd van gisteren. Hij heeft namelijk de soep door de rijst heen geroerd met kokosmelk erbij. Dus we hebben nu een soort van curry gemaakt. En dat ziet er dan zo uit. Het lijkt een beetje op, wat zei ik nou net? Risotto. Daar heb ik eigenlijk ook heel veel zin in nu ik dit zie. Maar goed, eet smakelijk jongens. Ik ben hier samen met mijn hele harde werker op kantoor. Hi. Zo irritant. Zo irritant dat iemand ineens een camera in je gezicht duwt, hè? Maar goed. Het is vandaag maandag. Het is bijna 4 uur. We hebben een hele dag erop zitten. We hebben zometeen nog 1 afspraak. En dan gaan we alweer de kindjes halen. En alles, et cetera, weer voor de avond dingen doen. Ik heb net alle vlogbeelden weer bekeken. Dat doe ik heel vaak. Ga ik eerst de vlogbeelden bekijken. En dan ga ik nog even afsluiten. Want dan denk ik, oké, soms heb ik nog echte dingen aan te vullen. Maar volgens mij, ja, het enige deze week was dat ik natuurlijk vertelde over het slaapje van Bobby en Charlie. Over van 2 naar 1 keer. En dat ik dat zou gaan proberen. Maar het is dus helemaal niet gelukt deze week. Want ik merkte gewoon dat ze misschien ook wel door het verzetten van de klok of zo. Gewoon echte slaapjes toch nodig hadden. En dat ze anders gewoon gingen huilen als ik ze niet op het tijdstip op bed legde. Dus toen dacht ik, nou ja, weet je, dan laat maar. Dan gaan ze gewoon naar bed. Dus dat was het enige. Ik dacht, anders heb ik zo'n open eind of zo daarmee. Verder, ja, eigenlijk niks. En zie ik jullie gewoon lekker weer de volgende week vlog. Bedankt voor het kijken. Als je het leuk vindt, kun je altijd nog even een reactie achterlaten of zo. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!